Ja, er is iets vreemds gaande, vrienden. En dat betreft dus het slaan van vrouwen. Maar voordat ik daar verder over ga, één ding staat dus vast, hè. Het slaan van vrouwen kan dus gewoon nooit, nooit en nooit. Een echte kerel, maar dan ook een echte kerel, slaat nooit een vrouw. Niet met een vinger aanraken. Niks. Nooit niet. Ik bedoel, kan niet in je hoofd zitten. Kan niet in je systeem zitten. Een vrouw raak je niet aan. En slaan is al helemaal dol. Dat vind ik zo verschrikkelijk erg. Dat staat in mijn top 3 van de ergste dingen die er zijn in het leven. Nou, en van daaruit kijk ik naar het geval van Masakasa die Gilles. Nou, en die Gilles, die heeft zijn Nicole, vriendin, weet ik veel, vrouw, die heeft hij geslagen. En niet een beetje ook, want dat blijkt, want de man heeft vastgezeten een nacht. Dan heb je niet gewoon even zo'n klein corrigerend tikje gegeven, hoor. Nee. En er is een politierapport opgemaakt. En het OM heeft gezegd, we gaan jou vervolgen aan de hand van dat rapport. En dat betekent dat er gewoon heel erge klappen zijn gevallen, vrienden, ja. En dat is verschrikkelijk natuurlijk. Maar het gekke wat nu aan de hand is, en daar ben ik dus zo bang voor, dat we het in Nederland een beetje normaal gaan vinden. Dat we een beetje zoiets de schouders erbij ophalen, die, en dat we denken, nou, het zal wel. Ja, ja. Kijk, bij die lil kleine, toen was het nog zo van, nou, toen was iedereen nog wel een beetje boos. Dat vonden ze nog wel te ver gaan met die Jamie, weet je nog wel? Die Jamie, die kreeg een paar beuken zo. En nou goed, en die lil kleine, hup, die verdween uit beeld. Want dat kon natuurlijk verder niet meer. En die wordt ook verder vervolgd straks. En daar waren we toch wel met elkaar eens. Dat ging veel te ver. Nou, gelukkig maar. En toen kwam Johnny de Mol. En die kreeg met zijn kaas. En die werd ook aangeklaagd. Nou ja, goed. Die werd uiteindelijk dan wel. Maar dat was al minder. Daar was, zeg maar, de opwinding al minder. En nou, die werd uiteindelijk dan toch wel van de buis gehaald. Nou, dat dan nog wel. Maar dat was het dan ook. En nu zien we dus met de Gilles. Ja, wat zien we nu? Ja, heel weinig opwinding. Het lijkt wel alsof iedereen denkt van, nou ja, weet je, als je toe af en toe eens even zin hebt, dan geef je je vrouw maar een beuk. Nee, nee, natuurlijk niet. Nee, nee. En hij wordt ook helemaal niet ontslagen. Bij de Talpa vinden ze het ook allemaal maar, ga je gang maar. En het wordt natuurlijk allemaal weer ontkend bij die Gilles eerst. Weet je wel, het was een klein incidentje in die privésfeer. Nee, je hebt gewoon dit gedaan natuurlijk. Ja, en die vriendin, die Nicole, oh, die ontkent het nu ook een beetje zo. En die doet ook geen aangifte, die vindt het waarschijnlijk wel prettig zo. Dus ja, vrienden. Laten we één ding met elkaar afspreken. En dat hoop ik zo, dat dat ook bij jullie zo is. Dat we het slaan van vrouwen nooit normaal gaan vinden.